Ja, door tante Els. Diegene die in het midden zitten. Dat is in een toonzaal. Ja, jij ook, hè? Nou. Ja. Dank je. Je hebt het. Wat? Ja, wat wel fijn rode wijn. Ja, joh. We zijn aan de soep. We kunnen jouw tempo niet volgen. Nee, aan je hebt hetzelfde tempo. Als we de glaasjes pakken, doen we dat. We drinken niet veel hoor, die echte glaasjes. Ja, dat niet. Maar vanwege de calorieën of omdat ze het nog drinken, blijft beide. Je kan naast. Zijn dat van die popjes? Ja, dat zijn. Nou, daar was ik helemaal. Ik was echt een dikkertje hoor, daar. Het zijn allemaal die takjes. En af en toe, als je in de wereld blijft door, zit, denk je van, ha, eindelijk inhoud. Blijkbaar lopen we een weg langs. Zijn ze in Parijs zijn ze gepakt en veroordeeld. Maar je komt dat veel tegen, die Ieren. Maar ik heb er dus ook heel lang over moeten doen om te begrijpen, van is dit wel of niet kosher. Dus de jongen zei van, wie bent je eigenlijk? Ja. De buurman. Ja, ik wil even begrijpen wat er aan de hand. En toen zei ik, ja die meneer, dat zijn de eerste jongens. Ik wil niet meer. God, wat doe ik nou? En dan Frans, Engels. Ja. Ja. Is dat altijd beugelen? Dus dan kom je ze tegen, ook weer op weg terug.
En dan staan ze bij pomp X en dan vragen ze aan alle andere vrachtwagenchauffeurs van, heb je toevallig 2 euro, want we staan helemaal zonder brandstof. En die gaan dus werkelijk gewoon met, van pomp naar pomp, zo rijden ze naar huis, weet je wel. Dus, Een ziekte om te genieten van de sappige biefstuk op het altaar. Ja, hoe mooi dat gaat. Ja, precies. Pomp. Bied zich aan, peuterige peuter, vanwege de onmogelijke ervaringen om samen rozen te plukken en het gras lekker rijdt. Natuurlijk, voorknaapje, wegens kinderwens, met rode roos in knoopsgat. Hier kom ik niet helemaal uit, maar gezocht een overheerlijke minkupel, zedelijk misbruikt, om de lange avonden in Las Vegas door te brengen. Waar moet je naar? Wegens emigratie, samen te puzzelen in de Ooypolder. Leuke vrouw, leuke poes. Wegens vroegtijdig invaliditeit om samen te fietsen. De bevragende huishonden lachten weer. Samen ook weer. Jelle bij de buur. En dan om model te bouwen. En voor de periode van 1 jaar. Hartstikke leuk. Ah ja, dat heb ik nog niet geleerd. Oh nee, ja, verzocht de haren met grote knoppen. Om samen te knoppen. Om samen te ontdekken, te bevragen bij Rimo Wol. Waar was je? Met die grote knoppen. Met die grote knoppen in het geval. Ja, dat is een lange dag. Wegens overcompleet aangeboden. Leuke weduwnaar. Zoek al jaren om samen te kamperen. Brieven sturen aan e-mail van mij. En Mieke, heb jij dat gedaan? Wat? Nee, die e-mail niet. Mieke heeft deze gedaan. Goed. Nou, en zo. Die hoge hangt de wandelschoen. Ik heb het wel. Ik weet wat je doet is tijdens de wandeling. Ik fluit hem er af. En hier mag de hond daar alleen maar. Neus is wel moe. Ja, die staat van vorige keer achterop. Dat is niet helemaal zo'n vrouw. Waarom ligt hij daar? Ja, dat is een goede vuurplaats. Ja, dat is een goede vuurplaats. Ja, dat is een goede vuurplaats.
laatste tijd is dat nog meer. Vroeger deden veel meer gemeenschappelijk, maar tegenwoordig doen we dit allemaal en dat. We wonen allemaal apart. Dus daar hou je er gewoon een paar thuis. We gaan ons via een beeld zijn. Ja. Staat het er nou ook op? Ja. Allemaal dichte ogen. Zonnebrillen. Dit is eigenlijk deze schaam. Van aard. Ja. We hebben al een soort weer gehad.